Heer Dijk. Voorzitter, fantastische woorden. Ik had ze niet beter kunnen kiezen. Voorzitter, ik heb ook andere mooie woorden gehoord. Ik heb mijn hoop op de zorg gesteld op een nieuwe Kamer. Ik zou willen voorstellen deze begroting dus niet voor de verkiezingen, maar wel nog dit jaar te agenderen. Dat zijn woorden uit de regeling van werkzaamheden van mevrouw Agema, 21 september 2023. Ik heb hier een motie om het eigen risico af te schaffen. Ik heb uw naam er alvast onder gezet. Het verzoekpunt is, verzoek de regering om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen. En ik heb nog een motie, daar staat uw naam ook onder. Verzoek de regering om de mondzorg op te nemen in het basispakket. Komt u vast ook zo op. Zal ik uw naam eronder zetten of moet ik hem even wegstrepen? Nou, u heeft helemaal gelijk in dat ik inderdaad bij de oude Kamer voorzag dat er met de nieuwe Kamer een nieuwe werkelijkheid zou ontstaan over hoe om te gaan met de zorg. En daarom heb ik ook voorgesteld om deze begrotingsbehandeling niet voor het jaar oude jaar te doen, maar in het nieuwe jaar. En de kiezer heeft ook gesproken en heeft een nieuwe samenstelling aan de Tweede Kamer gegeven. En u heeft al een motie ingediend van die strekking dat het eigen risico zou moeten worden afgeschaft. En die is ook al aangenomen. Vraag is nu, hoe gaan we dat betalen? En daarover zullen we dus wel overeenstemming moeten bereiken. En wat u bijvoorbeeld doet, bijvoorbeeld in de doorrekening van het Nationaal Zorgfonds, is dat u het afschaffen van het eigen risico betaalt door de zorgtoeslag af te schaffen. Nou, dat zou niet mijn voorkeur hebben, meneer Dijk. Want dan verplaats je dus de kosten van de mensen die ziek zijn naar de kosten voor de mensen die de laagste inkomens hebben. Daar ben je niet mee geholpen. Voorzitter, ik heb volgens mij het verzoekpunt opgenoemd voor beide moties. Uw naam staat eronder. Ik kan hem wegstrepen. Dus de vraag is ja of nee. En op alle antwoorden die u net gaf over het eigen risico, daar zijn heel veel varianten voor. Maakt u zich niet druk. Ik heb echt heel veel andere varianten die u ook heel fijn vindt. We kunnen miljonairsbelasting invoeren. We kunnen een inkomensafhankelijke premie doen, waarbij alleen de rijkste 80% 3% meer gaat betalen en 80% van de gezinnen erop vooruit gaan. Noem maar op. Sterker nog, als u dit voorstel steunt, als ik uw naam niet wegstreep, dan heb ik gelijk een amendement die ervoor zorgt dat we een dekking daarbij hebben. En dan kunt u die ook steunen. Mijn vraag is, zowel voor mondzorg als voor het eigen risico, moet ik uw naam eronder laten of moet ik hem wegstrepen? Meneer Gewoon een concreet Dijk, antwoord. U heeft die keihard campagne opgevoerd, constant, jarenlang. Dus gaat u het doen, ja of nee? Wat is het nou voor rare interruptie, voorzitter? Wat rare agressiviteit? U heeft na de verkiezingen de motie over het eigen risico al ingediend en die is al aangenomen. Dus wat staat u hier nou voor een punt te maken, meneer Dijk? Leg het nog eens uit. Ja, voorzitter, ik constateer dat ik weer geen ja of nee antwoord krijg. Want volgens mij staat er hier een verzoekpunt in plaats van een Kamer. U heeft de reactie van het kabinet gezien, moeilijk, moeilijk, lastig, lastig. Volgens mij bent u een partij van doorpakken, zeggen waar het op staat. We gaan het doen, ongeduldig als geen ander en terecht. Ik deel dat met u, maar we kunnen het nu regelen en laten we het nu gewoon regelen. Laten we het gewoon nu doen, laten we niet langer gaan wachten. Hoe langer we wachten, iedere maand dat we langer wachten met plannen maken om het eigen risico echt af te schaffen. Als we nog langer gaan wachten, als we op uw formatie gaan wachten, dan weet ik al wat de reactie is. Dan kan het niet meer voor 2025, dan wordt dat al ingewikkeld. Dus mijn vraag is gewoon, laten we het nu doen. En ik stel u nu de vraag, uw naam staat eronder, ja of nee? Ja, wat een raar spelletje, voorzitter. U heeft van na de verkiezingen al een aangenomen motie over afschaffen van het eigen risico. En twee, uw dekking voor het afschaffen van het eigen risico is het afschaffen van de zorgtoeslag. En dat vind ik niet verstandig, dat je de kosten gaat verleggen van de mensen die ziek zijn naar de kosten voor de mensen die het armst zijn. Voorzitter, even punt van orde, want dit klopt. Nee, voorzitter, punt van orde, dit klopt namelijk ook gewoon niet. Dat heeft u laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Iedereen kan dat nu checken, even googlen. Doorrekening SP, een Nationaal Zorgfonds, dan dekt u het afschaffen van het eigen risico door het afschaffen van de zorgtoeslag. Dat is niet mijn dekking. Ik wil even een punt van orde maken, want er klopt namelijk gewoon niet wat hierover gezegd wordt. Ik heb het net uitgelegd. Er komt een inkomensafhankelijke premie, dan zijn die zorgtoeslagen inderdaad onnodig en wordt het eigen risico afgeschaft. Iedereen kan dat zien inderdaad. In 2019 we laten doorrekenen door het CPB, dat we het op die manier gaan doen. Maar ik constateer hier ook, en nogmaals een punt van orde, ik krijg geen antwoord op de vraag ja of nee.
Ja, ik vind het echt een belachelijke agressieve toon die u hier aanslaat. Er is op dit moment sprake van een informatie waarvan ik hoop dat die over mag gaan in een formatie. En dat we veel voor elkaar mogen krijgen. En dat wij een kans willen krijgen om het eigen risico ook af te schaffen. Want inhoudelijk verschillen wij erover niet van mening. En heb ik misschien nog wel een sterkere onderbouwing gegeven dan u tot nu toe. De Bussoff. Meneer Bussoff. Ja, voorzitter, mevrouw Agema loopt al een tijd mee. Dus die weet ook het verschil tussen een spreekt uit motie en een motie die de regering gewoon een concrete opdracht geeft. En precies dat is nou wat we vandaag kunnen doen. De regering een concrete opdracht geven om dat eigen risico te verlagen of af te schaffen. En mijn vraag is, bent u daartoe bereid als er een goede dekking wordt aangedragen? Ja, allereerst, twee van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie, zijn er niet voor. NSC is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen. Wij hebben daar een grote taak liggen, BBB en PVV. En ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik kan u alleen maar zeggen wat mijn inzet is. En in uw dekking gaat over de cap eraf halen voor wat betreft de bijdrage aan Zorgverzekeringswet? Ja, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, daar ga je de inkomensgrens weglaten. Maar ik denk niet dat u daar de VVD mee overtuigt. Het mooie is dat we de VVD niet hoeven te overtuigen. Nee. Alleen de PVV hebben we nodig om dit te regelen. Dus als we als Kamer inderdaad aan zet zijn, en dat zijn we nu. Het kabinet, dat is demissionair. Dat wordt geformeerd, maar de Kamer is missionair. Wij kunnen dit voor 2025 regelen. Dan moeten we er haast mee maken. Dus de vraag is inderdaad, gaat de PVV om voor een dekking die zij ook acceptabel vinden? Dan heeft u een Kamermeerderheid nodig onder uw dekking. En die zie ik niet, meneer Bussoff. Voorzitter, tot slot dan. U doet geen enkele moeite om die andere twee partijen daarin mee te krijgen. Voorzitter, tot slot dan. Ik kan tellen en ik zie wel een meerderheid voor het verlagen van het eigen risico met de dekking die net is benoemd, als de PVV daarmee instemt. Dus de sleutel ligt echt bij de PVV of die mensen die dat eigen risico niet kunnen betalen, die mevrouw waar uw eigen partijleider in het SBS-debat nog naar verwees, die niet kan wachten. Zij kunnen niet wachten. De sleutel ligt vandaag en morgen in handen van de PVV. Gaat u die deur openzetten voor het verlagen van het eigen risico of slaat u die deur keihard dicht in het gezicht van al die mensen? Het is echt ook weer onzinnig om op deze manier aan te zetten. Er is een groter pakket nodig. Dat gaat ook over financiën, dat gaat ook over immigratie, dat gaat over zorg, dat gaat over alles. En binnen dat pakket zul je het eens moeten worden. En binnen dat pakket geef ik u aan wat mijn inzet zal zijn en die van mijn partijleider. En wat wij voor elkaar willen krijgen. En dat zullen we uiteindelijk, hopen we, dat deze gesprekken en deze informatie leiden tot een formatie. En dat we dat kunnen regelen. En dat is de enige manier. Mevrouw Bikker. Mevrouw Bikker. Als u het niet erg vindt. Kijk, voorzitter, ik heb collega Agema ook meegemaakt als voorzitter van de commissie VWS, wat ze uitstekend deed. Dus in die zin voelt het vertrouwd als ze me zo aanspreekt, maar dank dat ik ook van u het woord kreeg. Voorzitter, ik heb mevrouw Agema in de afgelopen 3 jaar, zolang ben ik Kamerlid, leren kennen als een bevlogen zorgwoordvoerder die altijd weer echt opkomt voor de mensen die dat het allerhardst nodig hebben. En mijn waardering daarvoor. En volgens mij, ieder moment dat we samen daarin kunnen optrekken, doe ik dat heel graag. Daarom 2 vragen. Het ene ziet op dat eigen risico in de zorg. Ik geloof er minder in dat het afschaffen enorm helpt. Ik ben er wel voor dat het bevriezen, dat het niet verder oploopt. En dat vraagt al heel wat. Mijn zorg zit daarin dat ik bang ben als we het afschaffen, dat mensen eigenlijk net zo hard de rekening betalen. Via de zorgpremies bijvoorbeeld. En dat we daarin eigenlijk zien dat juist ook mensen die nu in de zorgtoeslag die minder verdienen, en de zorgtoeslag daarin gecompenseerd worden, dat die eigenlijk juist meer gaan betalen. Kan mevrouw Agema mij de garantie geven dat in haar inzet het in ieder geval niet zo zal zijn dat de mensen die het allerhardste nodig hebben, dat die er eigenlijk door achteruit gaan als we het eigen risico afschaffen? Dat is 1. En 2, welke dekking heeft zij nu zelf voor ogen voor zowel dit grootste plan als het plan om de tandartszorg in de basiszorg te brengen? Wat is daarin het voorstel van de PVV? Ja, inderdaad, mevrouw Bikker geeft inderdaad aan dat dus de dominante die je de afgelopen weken hebt gezien in artikelen in de verschillende media, is dat wordt gesteld dat als je het eigen risico afschaft, dat dat dan per definitie leidt tot een hogere zorgpremie. Dat is niet wat je hoeft te doen. Dus er zijn meerdere dekkingen mogelijk.
En dan heb je het, over de plaat. En daar zijn wij natuurlijk altijd heel anders ingegaan dan andere partijen. Dus je zult uiteindelijk een puzzel moeten leggen. En dat kan ook een samenstelling zijn van verschillende dingen. Maar ik kan er niet op vooruit lopen hoe die puzzel gelegd wordt. Want ja, die moet nog gelegd gaan worden. En het is ook wel eerlijk dat mevrouw Bikker hier zegt dat ze het eigen risico wil bevriezen. Maar wat ik dus bereiken wil, is dat het eigen risico niet langer een belemmering vormt voor mensen met minder inkomen om de gang naar de tweede lijn te maken. En ik zou dit willen gebruiken om de sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Nou, voorzitter, die laatste inzet zouden we denk ik nog een heel, heel goed over kunnen praten en plannen kunnen maken. Omdat ik ook niet wil dat er een drempel is om zorg te ontvangen als jij een kleinere portemonnee hebt. Maar mijn zorg is dat we met prachtige woorden over het afschaffen van de eigen risico mensen de suggestie geven, nu wordt het goedkoper en makkelijker. Ja. Maar eigenlijk dat de rijke mensen nog makkelijker toegang hebben tot zorg waar dat helemaal niet nodig is. En juist arme mensen de dupe zijn. En ik vraag van de PVV om daar garant voor te staan dat dat niet gebeurt. Maar ik vraag ook van de PVV, ik vind het wel makkelijk om nu hier in het midden te zeggen, ja, we moeten een dekking vinden waar iedereen het over eens is. U heeft wel een inzet. U als PVV, ik ken mevrouw Agema niet anders dan als een bevlogen zorgwoordvoerder die een stevige inzet heeft. Dus u heeft ook nagedacht over hoe u dat zou willen dekken. En ik ben daar nog steeds heel benieuwd naar. En voor de mensen thuis die denken dekken, dat gaat over hoe betaal je die dingen. Ja. Want het is een beetje een politiek woord als je denkt, waar gaat het over? Ja. Het is ook wel goed om die toelichting even te geven, dat is één. En twee, over die tandartszorg ben ik ook nog steeds benieuwd. Want ik ben echt bereid om te kijken hoe bijvoorbeeld omgaan met gaatjes. Vind ik vreselijk dat arme mensen eigenlijk steeds slechter gebit hebben. Dus als we daar kunnen komen tot iets, hoe betalen we dat met elkaar? Zou dat toch een mooie winst zijn van deze dag? Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat mevrouw Bikker mij vraagt om een dekking van iets wat zij zelf niet wil. Dat vind ik toch bijzonder. Maar goed, ik kan niet al mijn kaarten hier op tafel leggen. Mijn voorkeur gaat niet uit. Gaat niet uit naar het dekken door de zorgtoeslag. Gaat ook niet uit naar het dekken door de zorgpremie navenant te verhogen. Maar uiteindelijk zal er ergens een samenstelling van een dekking moeten worden bedacht. En ik denk dat dat lastiger is dan even hier een motie of een amendement indienen over iets wat jouw voorkeur heeft. En graag via de voorzitter. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter heeft helemaal gelijk. Laatste keer daarin. Ik vraag heel simpel, waarom vraag ik naar die dekking? Nou, hoe ga je dat betalen? Omdat ik wil weten, wie worden er de dupe van? Wie betaalt dan de rekening op het moment dat je het eigen risico afschaft? Zijn dat de mensen op een andere manier die we juist vooruit zouden willen helpen? Waarvan we allebei zeggen, juist sociaal-economisch hebben deze mensen het al zwaar genoeg. Hoe kunnen we hen het duwtje in de rug geven? Nou, dan bijvoorbeeld het afschaffen van een zorgtoeslag heeft gevolgen. Ja. Dus het maakt heel erg uit. Dat is wat SP willen. Nee, precies, voorzitter. Ik probeer het via u te blijven doen. Maar mevrouw Agema is altijd zo goed om mij dat debat in te trekken. Het maakt uit hoe je de dingen betaalt, wat het uitwerkt. En als de PVV alleen zegt, wij willen dit afschaffen en vervolgens niet aangeeft wat de consequenties daarvan zijn, dan kan het zijn dat mensen thuis denken, ik word geholpen, maar ze belanden van de regen in de drup. En dat zouden we allebei niet moeten willen. En ik vraag mevrouw Agema op dat punt, gaat dus niet eens om hoe je het precies betaalt, die principe-uitspraak te doen. Dat is toch wel het minste wat ik kan vragen. Dan ben ik het gewoon eens met mevrouw Bikker. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dan hebben we dat genoteerd en wacht ik nog op dat antwoord over die tandartszorg. Ja, daar heb ik nog nooit een dekking voor gezien van niemand. Dus ik wil dat ook wel heel graag, Voorzitter, dan er zijn allerlei partijen die plannen hebben neergelegd. Ik vind het verschrikkelijk. Mevrouw Bikker is aan het woord. Wij hebben die plannen ook neergelegd, juist ook in ons zorgstelsel, om er wel voor te zorgen. Niet alle tandartszorg in het basispakket. Ja. Ik kon dat niet betalen, maar wij konden wel een voorstel doen om te zeggen dan in ieder geval de gaatjes aanpakken, om dat juist ook onder de zorgverzekering in het basispakket te brengen. En nou zou ik het zo mooi vinden als de PVV nu met 37 zetels, ik heb er 3, dus dat is net even een andere verhouding, hè? Als de PVV daarin de verantwoordelijkheid pakt van ja, dit willen wij graag, wij leggen hier voorstellen neer en we gaan daar met een Kamer werk van maken. En eigenlijk had ik na de afgelopen 3 jaar ontzettend veel zin om op die manier met elkaar het gesprek aan te gaan, in plaats van alleen over een vage formatie of over vage dekkingsplannen te hebben. Dus ik hoop heel erg dat mevrouw Agema nog net die concretere stap gedurende de rest van haar spreektekst en deze 2 dagen gaat zetten. Daar heb ik veel zin in. Ja, ik ook. Maar ik weet wel dat mevrouw Bikker de afgelopen 2 kabinetsperiodes in ieder geval niets heeft gedaan. Ja. Voorzitter.
Nee, maar het is, u zat aan mevrouw, de knoppen. Mevrouw Bikker is aan het woord. Ik zit mevrouw niet Bikker eens is aan, het woord. Aan de knoppen. Mevrouw Bikker zat is aan het woord. Mevrouw ik Bikker zit is nu niet aan, eens ik aan geef de knoppen, u het woord aan mevrouw Bikker om te reageren op uw woorden. Mevrouw Bikker. Voorzitter, dit is een heel gemakkelijk frame waar de ChristenUnie in een kabinet, waarin het merendeel van de partijen liberaal was, absoluut voorstellen heeft gedaan om juist op te komen voor de mensen met de smalle beurs. Om er juist voor te zorgen dat zij niet in armoede zouden belanden, dat we de zorgtoeslag bijvoorbeeld verhoogd hebben, was niet het eerste idee van alle partijen aan tafel. Om er dan zo flauw mee om te gaan, had ik niet verwacht van mevrouw Agema. Stelt me teleur, maar de dag is nog lang, dus wie weet kunnen we weer terug naar de inhoud. Nou ja, kijk voorzitter, afgelopen jaren klotsten de miljarden niet alleen tegen de plinten, maar over de plinten heen. En dat geld dat werd uitgegeven aan stikstof en aan klimaat en aan groeifonds. Miljarden en miljarden en miljarden werden over de bal gesmeten. En de zorg raakte in een verdomme hoekje. De zorg kon niks. Niks kon. En daar was wel mevrouw Bikker al die tijd bij. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Ik wilde even teruggaan naar de beginwoorden van mevrouw Agema toen ze hier ook namens haar nieuwe collega's alle kiezers bedankte. En ik ken mevrouw Agema als heel stevig en ook heel duidelijk, dus ik moet ook nog een beetje bijkomen van het gebrek aan duidelijkheid op een aantal vlakken. Maar waar de PVV heel duidelijk over was, zowel in de campagne als naar potentiële kiezers is, wij pakken per direct dat eigen risico aan, stem op ons, dan is dat weg. Ja. En ik moet een soort van bijkomen van de vaagheid van mevrouw Agema van de PVV momenteel. Want u heeft op moties gestaan, ook in aanloop naar de verkiezingen. U heeft kiezers iets beloofd. Mevrouw Agema heeft dus, kiezers beloofd. Excuus voorzitter, mevrouw Agema heeft kiezers wat beloofd. Dan ben ik nu toch wel heel erg benieuwd, via de voorzitter, wat dan de ondergrens is als het gaat om de beloftes van de PVV en waar de kiezers van de PVV dan ook op kunnen rekenen. Ja, dit is ook een vreemd soort theater, voorzitter. Volgens mij is D66 niet voor het afschaffen van het eigen risico. Dan gaat ze mij de maat nemen over hoe ik dat ga doen. Over wat onze inzet is. Voorzitter? Ja, het is, dit ken ik dan wel weer van mevrouw Agema, via de voorzitter. Om op deze manier dan van repliek te dienen. Ik vraag mevrouw Agema wat haar beloftes waard zijn als het gaat om zitten aan een tafel rondom een informatie/formatie of waar u ook met elkaar bent. De PVV heeft beloftes gedaan over het eigen risico. Heeft hier iedereen de maat genomen over dat niemand dat wilde behalve de PVV. Nu bent u aan zet en ben ik heel benieuwd wat u gaat doen. Via de voorzitter, excuus. Nee, dat was niet niemand. Dat was ook de SP, dat was ook de Partij van de Arbeid. En er is nu in ieder geval een ruime meerderheid in de Kamer die ook de motie heeft gesteund van de heer Dijk om het eigen risico te gaan afschaffen. En dat was niet D66. D66 wil het handhaven. Dus dat is gewoon een heel vreemd verhaal. En ik zal er alles aan doen. Alles wat in mijn macht ligt om te zorgen dat de gesprekken in de informatie tot de formatie komen waarin we met z'n allen het eigen risico gaan afschaffen. Dat is mijn inzet. De heer Bussoff. Verduidelijkende vraag. Is het acceptabel voor de PVV dat het eigen risico gelijk blijft of stijgt? Ja, maar wij zijn de verkiezingen ingegaan met dat het afgeschaft moet worden. Ik heb u net nog aangegeven de inhoudelijke onderbouwing waarom wij dat vinden. En dan hoop ik dat wij dat voor elkaar gaan krijgen. Prima. U continueert. Mevrouw Dobben. Ja, dank u wel. Ik kan heel end meekomen met de woorden van mevrouw Agema. Zorg is mensenwerk. U weet net zoals ik dat veel mensen nu die werken in de ouderenzorg, die werken in de gehandicaptenzorg, in de langdurige GGZ, dat ze het echt het water aan de lippen staat. Dat het gewoon niet langer zo gaat, dat de werkdruk enorm hoog is. U refereert ook aan mensen die de zorg verlaten, onder andere daardoor. En dat is een heel goed punt. Alleen wat niet helpt, is dat dan verder wordt bezuinigd op de zorg. En op dit moment staan er nog 193 miljoen euro aan bezuinigingen op de langdurige zorg. Kunnen wij op u rekenen, of kunnen wij op mevrouw Agema rekenen, om die bezuinigingen van tafel te halen nu? Ja, dat is een totaal lijk uit de kast van VWS, voorzitter. Het is onbegrijpelijk dat een vorig kabinet, waar mevrouw Bikker dus van uitmaakte, die beslissing heeft genomen. We weten op dit moment dat bijvoorbeeld in de verpleeghuizen al een tekort is van 13.000 mensen. Dat tekort de komende 10 jaar oploopt naar 50.000, 65.000 mensen. En dan extra gaan bezuinigen. Dat is dat bezuinigen op papier. Daar kom ik eigenlijk zo direct op. Bezuinigen op papier en de gevolgen daarvan. Het is een lijk in de kast. Ik hoop dat er een oplossing voor komt. Even punt van orde, voorzitter. Mag dat? Mag.
Ik wilde even opmerken dat ik Kamerlid ben, al 3 jaar lang inderdaad, en niet in het kabinet zit. Dank u wel. Nee, maar u heeft wel een regeerakkoord gesloten. De ChristenUnie was de onderdeel van de... Hier zit toch meneer Van Ooyen van de ChristenUnie? Voorzitter, mevrouw Agema kiest ervoor om telkens een soort ad hominem naar mij te doen in de Kamer nu opnieuw. Laten we even gewoon met elkaar omgaan, vind ik fijn. Ik ga graag met u het debat aan over keuzes die zijn gemaakt. Maar dat gesneer hebben we echt niet nodig om dit debat op een goede manier te voeren over de zorg en wat de zorg nodig heeft. En als het gaat over het kabinet en het kabinetsbeleid, heeft de ChristenUnie inderdaad een regeerakkoord getekend. Er zijn er ook heel veel maatregelen geweest waar we ons voor hebben ingezet en waar u het nu te makkelijk allemaal even op één hoop geveegd. Mag u doen, maar ik maak hier wel het punt van orde. Ja. Ik zit in de Kamer, net als mevrouw Agema, en samen controleren we dat kabinet. Dank u wel. Korte reactie. Ja, nou goed. Maar die bezuiniging staat dus in het regeerakkoord, dat ondertekend is door de ChristenUnie. De heer Dijk van de SP. Voorzitter, als je deze bijdrage toch beluistert, dan krijg je een soort, wordt bijna duizelig van het gedraai. Ik vind het echt fascinerend, mevrouw Agema, echt. Ik zie hierachter trouwens een paar VVD'ers zijn die zitten die best wel tevreden ogen. Ik zag ze af en toe een paar keer zelfs lachen. U heeft, loopt serieus waar aan de leiband van VVD'ers als het gaat om het eigen geneeskunde mondzorg. Een bak ongeduld hier en daar. Mijn vraag is, ik ga het nog een keer proberen, voorzitter, want werkelijk waar, niemand heeft een antwoord gekregen. En alleen mevrouw Bikker is een beetje afgemaakt door mevrouw Agema op een hele nare manier. Maar ik zou het fijn vinden als u in ieder geval op één vraag antwoord zou willen geven. Dat is de allereerste vraag die ik heb gesteld. Gaat u een voorstel van de SP steunen voor zowel het afschaffen van het eigen risico als mondzorg in het basispakket? Ik denk dat miljoenen mensen die daar al jarenlang op aan het wachten zijn, recht op hebben op die simpele vraag. En ook niet gaan neerleggen bij een minister. Het is echt veel te makkelijk dit. Ja, voorzitter, dit is nu voor de 4e, 5e keer dat meneer Dijk namens de SP hier een vals frame probeert op te trekken. Wij willen heel lang het eigen risico afschaffen. Dat willen we nog steeds. Ja, ja, het is onze inzet in de gesprekken, in de informatie. En we lopen in een formatie dat voor elkaar te krijgen. En de heer Dijk zit hier de hele tijd aan de interruptiemicrofoon te zeggen dat dat niet zo is. Het is wel zo. En ik ga me daar hard voor maken. Dank u wel. Dank voor uw bijdrage.